Hallo allemaal, hier ben ik weer, Cor en... Ja, vandaag ben ik alleen. Rona kon er niet bij zijn. Ronnie kon er niet bij zijn. Maar, niet getreurd, exact een week geleden was het mijn verjaardag. En om dat te vieren, ga ik vandaag een eetchallenge doen. Ik ga proberen iets gezond zo snel mogelijk op te eten. Ik ga kiezen. Het is met het warme weer is het belangrijk dat je veel vitamintjes eet, hè? En dat je genoeg drinkt. Dus ik ga beginnen met iets gezond op te eten. Zo snel mogelijk. Een banaan. Kijk wat ik kan, hè. Heel cool trucje. Oh, en niet open. En nu zo snel mogelijk opeten. Tada! Oeh. Even drinken. Amai. Dat was wel heftig, maar nu heb ik veel vitamintjes in. Oh, amai. Ik voelde ook zo op mijn buik, precies. En ik word er zo moe van. Oh, ik denk dat ik even een dutje ga doen, hoor. Oh. Ik ken een goede plek om een dutje te doen. In de hangmat. Oeh. Oh. Cor! 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 Hier ben ik dan! Ronnie! Zeg, waarom zit jij zo te slapen? Jij moet iets doen voor mij. Jij moet ervoor zorgen dat Rona terugkomt. Want alle kinderen missen haar! Ga je daarvoor zorgen? Dag! Hallo allemaal, de Ronnie hier. Zeg, Cor en ik hadden vandaag niet afgesproken, maar ik denk dat ik hem eens ga verrassen. Ik ben stiekem langs achter binnen gekropen bij zijn tuin en ik zie hem daar slapen. Dus we gaan hem verschieten. We gaan hem wakker maken. Ah! Oh, wow. Hallo. Ronnie? Ronnie. Wat doet jij hier? Ja, ik dacht, ik kom eens langs. Het is toch zo mooi weer, dus. Ja, dat is fijn, maar ik dacht dat je helemaal niet kon vandaag. Ja, maar ik had toch even een planning veranderd en nu ben ik er toch. Oh, zo fijn. Huh? Ik was net over je aan het dromen. Over mij aan het dromen? Ja, maar dat was echt gewoon, huh? Je bent nu hier, maar in mijn droom was echt, dat was zo echt. En wat gebeurde er in die droom dan? Ja, in die droom werd jij zo met witte paarden aan het spelen en toen opeens keek je zo naar links, naar rechts. En toen opeens zag je mij kijken naar u en dan kwam je zeggen, hallo Cor, hallo. En dan zei je, je moet zorgen dat Rona terugkomt, want de kindjes missen Rona. Ah, maar dat is precies zo een visioen dan. Een visioen? Ja, een visioen is eigenlijk een droom die wat vooral God aan andere mensen gaf met een betekenis. Net zoals de profeet Ezechiël. De profeet Ezechiël? Ja, ken je die niet? Ja, daar heb ik nog niet zoveel van gehoord. Die had ook een visioen gekregen. En dat gaan we deze week zien in het lesje van de Bible Basic. Wow, dat wil ik zeker ontdekken. Ja, gaan we die dan samen doen? Oké, dat is goed. Super. Dag. Dag. Voor de uitdaging van vandaag is de bedoeling dat je net zoals ik in het begin van het filmpje zo snel mogelijk een banaan kan opeten. Als je dit hebt gedaan, vergeet het zeker niet te filmen en door te sturen naar mij. Je kan mijn nummer vinden in de videobeschrijving en dan kan je die via WhatsApp of via een andere media als dat makkelijker gaat naar mij doorsturen. Super! Veel succes! Dag!